Een software tester is een ICT-specialist die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden die met software te maken hebben. De belangrijkste taak van een software tester is het controleren van software op mogelijke fouten of andere tekortkomingen. Een software tester gaat vaak te werk via een zogenaamd testplan. De software tester krijgt dan een deel van de te testen software om uit te proberen. Het testen van software kan ook in verschillende fases uitgevoerd worden, zoals tijdens de ontwikkelingsfase of juist als de software al uitgegeven is. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen die dan getest moeten worden. Het testen van software is een professioneel vak, waarbij op gestructureerde manier volgens testspecificatietechnieken een test wordt ontworpen en uitgevoerd. Dit gebeurt vaak door ervaren ICT-specialisten, die men software-tester noemt. Het testen van software is erg belangrijk, omdat het voor programmeurs bijna onmogelijk is om foutloze software af te leveren. Het zijn de software-testers die binnen meestal complexe programma's de fouten en eventuele tekortkomingen opsporen. Als softwareontwikkelaars software bouwen is het haast onmogelijk om dit foutloos te doen. Dit is vooral het geval als het om ingewikkelde programma's gaat. Deze fouten komen dan pas boven water door de software uitgebreid te testen. Het is dus de taak van de softwaretester om deze fouten op te sporen en te registreren. Het opsporen van de fouten in de ontwikkelingsfase of eindfase is belangrijk omdat de fouten dan nog gemakkelijk te verbeteren zijn. Ook nadat software is uitgegeven kan het belangrijk zijn om software te blijven monitoren, omdat er nog steeds sprake kan zijn van bugs die wellicht verholpen kunnen worden door het uitvoeren van een update. Als software testers hun werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd hebben, betreft dit over het algemeen alleen nog kleine aanpassingen.